Dag dames en heren, we hebben te maken met een duidelijke tweedeling in ons land. In het oosten en zuidoosten is op veel plaatsen dit het beeld. Regenachtig en vooral Limburg krijgt de komende twee tot drie dagen te maken met echt veel neerslag. Terwijl het in het westen en noorden op de meeste plaatsen droog blijft met daar zelfs geregeld wat zon. Die grote verschillen hebben te maken met een lage drukgebied. Dat lage drukgebied ligt ergens hier boven Duitsland en zorgt voor een zuidoostelijke aanvoer met veel bewolking en dus gebieden met regen of buien. Het eerste regengebied is vanmorgen al gepasseerd, maar we zien dat toch wel snel oplossen naarmate het Nederland intrekt. Alleen in het oosten van het land en het zuiden van Limburg, daar zit op dit moment de meeste intensiteit. Dat zal de komende uren wel ongeveer hetzelfde blijven. In de rest van het land valt het voorlopig eigenlijk best mee met de hoeveelheden regen. Vanmiddag dus in het midden en noorden ruimte voor wat zon. Later ontstaat daar wel een enkele bui, mogelijk met onweer. De hoogste temperaturen vinden we terug in het midden en noorden. Als de zon dus even doorbreekt, kan het 22 of 23 graden worden. In het zuiden en zuidoosten blijft het bij 19 of 20 graden. En daar gaat het in de loop van de dag toch langzaam wel wat harder regenen. Vanavond en vannacht blijft dat beeld ongeveer ongewijzigd. In het zuidoosten valt de meeste regen. In Limburg mogelijk meer dan 30 mm. Elders blijft het overwegend droog, maar wel bewolkt. Met temperaturen niet veel lager dan een graad of 17. Ook morgen blijft die tweedeling in stand in het zuidoosten van het land. Veel bewolking en vooral in Limburg regent het van tijd tot tijd stevig door, mogelijk ook in de achterhoek en in Twente en daar is in de loop van de dag ook kans op een klap onweer. Verder naar het westen het blijft het overwegend droog? Is er meer ruimte voor de zon? En we zien de hoogste temperaturen in het midden en noorden van het land, met daar mogelijk zelfs 25 graden. In het zuidoosten, onder de bewolking, wordt het niet veel warmer dan een graad of 20. En dat alles bij een meest matige wind uit de noordelijke richting. Donderdag wordt nog zo'n dag. We zien dan opnieuw in het zuidoosten de meeste regen. Elders blijft het overwegend droog met af en toe wat zon. De dagen daarna draait de wind geleidelijk wat meer naar het noordoosten en wordt het overal overwegend droog. Met vooral in het weekend veel ruimte voor de zon. En de temperaturen gaan dan ook flink omhoog met zomerse waarden. Ik wens u nog een mooie dag.